Hi, ik ben Joost Bouwer van JoostBouwer.nl en welkom bij deze Spiksplinter nieuwe videoles waarin we gaan uh, kleuren. Kleuren in Photoshop. <tied> En dat doen we op basis van een tekening die je zelf hebt gemaakt. Of ja, je kan hem ook jatten van iemand wat je wil. Maar in ieder geval, uh, ik heb een uh, simpel schetsje gemaakt. En die heb ik daarna ingekleurd met Photoshop. Uh, allemaal super snel gedaan, binnen een uurtje klaar. Maar in ieder geval, uh, dit is een beetje het voorbeeld. En Photoshop is namelijk super handig om in te kleuren. Maar dan moet je wel een tekening hebben. En die heb ik eerst gemaakt. Die heb ik ingescand. Maar je kan er ook gewoon een foto van maken. En daarna, als je je tekening hebt gemaakt, is het belangrijk om je tekening schoon te maken. Ik heb eerst even de werkruimte ingesteld op essentiële elementen daarbovenin. En daarna gebruik ik het snel retoucheer, uh, penseel om alle vlekjes en oneffenheden in de tekening weg te halen. In mijn geval zat er veel gumrest in en nog een aantekeningetje. Dus de grote vlekken haal ik weg. De hele kleine dingetjes kan je laten zitten. Daar hebben we straks nog een maniertje voor om die weg te krijgen. Oké, okay, goed. Um, wat belangrijk is, is dat je de. Uh, witbalans aanpast. Het papier is bij mij nu niet wit. En de lijnen zijn niet echt uh, donker. Dus uh, daar zijn verschillende maniertjes voor je kan niveaus gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk makkelijker om de curve te gebruiken. Dus ik ga naar uh, afbeelding, aanpassingen en ik klik op curve. En nu zie je een histogram in het midden en een schuine lijn. En belangrijk is dat die schuine lijn links begint bij. Uh, de onderkant van het histogram en dat uh, de top van het histogram rechts van die schuine lijn zit, of eigenlijk ja dat die uh, de rechte punt van de schuine lijn netjes aansluit. Ik kan die uh, curve een beetje aanpassen door wat extra punten neer te zetten. En wat er nu gebeurt is dat het wit nog wat witter wordt en het uh, uh, donker nog wat donkerder. En zo speel ik een beetje met die lijn totdat ik een uh, mooie donkere lijn heb. Ik wil geen zwarte tegenlijn. Dat vind ik nooit zo mooi. Dus ik houd het een beetje grijs, dat deed ik door die lijn ietsje omhoog te bewegen. En nu ik dat heb gedaan, ga ik mijn achtergrondlaag dupliceren. En ik noem hem schets, dat doe je met je rechter muisknop op achtergrond klikken en dan dupliceren kiezen. De reden dat ik dat doe is, euh, nou ja, dan hou je altijd nog een originele tekening over. Ik maak gelijk een nieuwe laag aan en die noem ik kleur. Of beter nog, ik noem hem basiskleur. Want op de andere lagen komt namelijk ook kleur te zitten straks. Uh, deze laag, dat is dus degene waar ik op ga kleuren. En uh, ik zet hem eventjes bovenaan in de lijst. Maar dat is niet het meest slimme om te doen. Want als ik nu ga kleuren, en daarvoor gebruik ik het penseel links. De snelkoppeling daarvoor is de B hier op je toetsenbord. En als ik nu ga kleuren, dan uh, kan ik prima kleuren. Alleen zie ik de lijnen die ik heb getekend dan niet meer. Dus ik moet wat anders doen. Ik zet hem namelijk op. Onder de schetslaag en de schetslaag, daarvan pas ik de overvloeimodus aan en die zet ik op vermenigvuldigen. Dan heeft het wit helemaal geen invloed meer op de tekening en hou je alleen de donkere uh, lijnen over. En nu kan ik gewoon kleuren en zie ik mijn lijnen er doorheen. Ik zet even mijn werkruimte op tekenen en nu ga ik met een groot penseel met een harde rand, die zoek ik hier even in de penselenlijst op. Kijk, daar zijn mijn penzelen. En met een groot penseel, die van mij nog wel wat groter mag. Dat doe ik hier linksbovenin. Ga ik mijn, uh, mijn figuurtje inkleuren. Laten we hem vanaf nu maar even Harry noemen. Dat is wel wat makkelijker. Nou, Harry heb ik een beetje slordig ingekleurd, maar dat is geen probleem, want daar heb ik straks een trucje voor. Wat wel een beetje onhandig is, is dat ik aan de binnenkant ook uh, slordig heb gekleurd, langs het gezicht bijvoorbeeld, en over die vingers. Maar voor de vacht aan de buitenkant is het helemaal geen probleem. Ik zet mijn schets weer even op de, uh, schetslaag weer op de normale overvloeimodus. En wat ik nu ga doen, is dat ik een selectie ga maken van de witte achtergrond om Harry heen. Dus ik klik met het toverstafje. Als je die niet kan vinden moet je even je muis ingedrukt houden op de, het vierde gereedschap van boven. Dus ik klik er nu uh, aan de buitenkant naast en nu heb ik een mooie selectie gemaakt van alles eromheen. Maar er zitten ook nog kleine puntjes van vervuilingen. Dus ik klik op selecteren en maskeren en dan krijg ik krijg zo'n rode laag en ik verschuif mijn rand verschuiven een heel eind naar rechts tot ongeveer 80% in de plus. De vloeiend schuif ik ook een stukje naar rechts, zodat ik wat, wat minder kartelige lijn overhoud. Ik klik op oké OK en nu heb ik een stippellijntje, waar ik nog niks aan heb, totdat ik mijn laagmasker ga maken. Dat doe ik hier. Oh, ik vergeet wat. Ik zit een beetje enthousiast te praten, want ik moet natuurlijk eerst de selectie nog omkeren. Dat doe je er bovenaan bij selecteren en selectie omkeren te gaan. En daarna klik je rechtsonder in het lagerscherm op het laagmaskerknopje, dat rechthoekje met dat cirkeltje erin. Je kan de overvloeimodus van deze laag dan weer op vermenigvuldigen zetten. En nu ga je de, het laagmasker kopiëren. Je klikt met je rechtermuisknop op het laagmasker, klikt op masker toevoegen aan selectie, klikt daarna op de basiskleurlaag. En ook voor deze laag maak je een. Uh, Laagmasker met de laagmaskerknop. En nu zie je dat hij heel mooi is uitgeknipt. Alleen niet aan de binnenkant. Dus dat gaan we even corrigeren. We pakken weer een penseel erbij en we gaan nu iets netter kleuren. Let wel eventjes op dat je niet het laagmasker, dus niet het zwart-wit plaatje hebt aangeklikt in het lage scherm. Maar uh, het kleurenplaatje, dus de linker van de twee. En met verschillende kleurtjes uh, ga ik nu de tekening inkleuren. En ik probeer nog even geen rekening te houden met schaduw. Dat is wel even belangrijk. Nou ja, belangrijk. Het scheelt je een hoop werk straks. In ieder geval, als ik niet zo heel goed kan zien of ik netjes kleur, dan kan ik de schetslaag even onzichtbaar maken door op het oogje ernaast te klikken. Zodat ik geen last heb van de lijnen die er overheen lopen. En nu heb ik een uh, bijna goede basiskleur. Nog een paar kleine dingetjes. Maar eerst eventjes... Uh, maar eens gaan opslaan. Want we gaan zo meteen voor de textuur van het haar een nieuw penseel maken. Uh, bij het opslaan, altijd eventjes ervoor zorgen dat uh, de als opslaan indeling de Photoshop-indeling is gekozen. PSD. Uh, want dan blijft alles goed bewaard. En nu gaan we even een nieuw documentje maken. Klik op bestand, en nieuw. En je stelt de breedte en de hoogte in op 64 pixels. De achtergrond moet even wit zijn. Je klikt op OK en je hebt een piepklein plaatje als voorbeeld. Ik zoom even flink in. En met een penseel met een zwarte kleur teken ik nu een aantal stipjes. Als je net goed kijkt, zag je dat ik mijn penseel verkleinde zonder ergens op te klikken? Dat komt omdat ik een tekentablet heb waarbij dat uh, kan. Maar je kan ook de Alt-knop indrukken en je uh, rechtermuisknop. En dan met die twee samen kan je ook het penseel verkleinen. Oké, okay. ik heb een aantal stippen gemaakt. En nu ga ik naar bewerken. En ik kies voorinstellingen, voorinstellingen, penseel definiëren. En ik geef dit een naampje. Dat noemen we bijvoorbeeld haar. En dan heb ik nu mijn eerste pencil gemaakt. Super handig om haren mee te maken. Je ziet het voorbeeldje ook rechts in het pencelenschermpje. En nou heb ik hier dat emmertje met die penceeltjes eruit staan. En als ik die. Aan klik kan ik nog wat extra opties aanzetten. Bijvoorbeeld de vormdynamiek. En de tussenruimte kan ik even helemaal op zo klein mogelijk zetten. 1%. Overbrengen zet ik aan. En de rest kan ik hier gewoon lekker laten staan. En dan ben ik nu eigenlijk klaar met het instellen van mijn penseel. Ik sluit het scherm. Ik sluit ook deze afbeelding. Want het penseel is nu opgeslagen in Photoshop. Ik hoef dus niks op te slaan. En nu ga ik een nieuwe laag maken. En deze laag noem ik textuur. En op deze laag kan ik nu gaan kleuren. Maar ik moet eerst even een goede kleur uitkiezen. Ik klikte net met Alt ingedrukt en mijn linkermuisknop op het blauw van de vacht. En daarna ben ik naar dat kleine voorbeeldje gegaan van de kleur wat je links in het beeld ziet. Ik heb de kleur blauw daarin ietsje aangepast naar een wat donkerdere tint. En ik teken nu een beetje in de richting waar een vacht zou groeien. Um, in hoge snelheid over mijn figuurtje. Ik pas af en toe de kleur blauw wat aan. Ik maak hem wat lichter. Ik maak hem wat donkerder. Zodat ik een mooiere textuur overhoud. En ik teken even wat sproetjes op de huid. Uh, alles waar mijn textuur in zit. Dus ook in die uh, irissen. Uh, het trucje is heel simpel. Steeds van buiten naar binnen met vers verschillende kleuren groen in dit geval. Tekenen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik eventjes nog wat aanpassen. Want ik heb hier. Uh, ja, ik zou er wat, 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 uh, ja, wat vleeskleuriger. Tintje verwachten langs de oogleden. Dus ik maak nog eventjes een kleine aanpassing op de basislaag. Nou, ik heb alles weer netjes ingekleurd. Ik uh, hou de Control-knop ingedrukt en ik selecteer mijn basiskleurlaag en mijn textuurlaag samen. En ik klik daarna op het knopje Nieuwe Map maken. En die map die noem ik Kleur en Textuur. En ik maak gelijk nog een nieuwe map aan en die noem ik licht en schaduw. En in die nieuwe map maak ik een nieuwe laag aan. Door op het nieuwe laag knopje te klikken. En die nieuwe laag die noem ik schaduw. En ik stel de overvloeimodus in op vermenigvuldigen. Op die manier kan ik de kleuren alleen maar donkerder maken en niet lichter. En ik ga nu beginnen door met een groot penseel met zachte randen. De schaduw te tekenen. Ik uh, kies ervoor om het licht van linksboven te laten komen. Zodat de schaduw steeds een beetje aan de rechterkant zit. En aan de onderkant. Ik kies een wat donkere blauwe kleur. En nu kan ik gaan tekenen. Alleen mijn schaduwkleur vind ik veel te donker. Om dat aan te passen, ik ga eerst even Ctrl Z of een stap terug doen via bewerken, zodat die lijn weg is. Maar om het aan te passen, verander ik mijn dekking bovenin. Tot uh, nou ja, een klein getal. Ik in dit geval op uh, 15, volgens mij. En nu kan ik steeds met uh, doorzichtige laagjes blauw schaduw aanbrengen. Wil ik een uh, schaduw donkerder hebben, dan teken ik gewoon vaker over hetzelfde stukje heen. Dan bouwt u steeds met 15% op. En uh, dat doe ik gewoon netjes langs het hele figuurtje. Overal waar ik denk dat schaduw moet komen, teken ik. Als je niet zeker weet waar de schaduw moet komen, zoek dan even voorbeelden op. En uh, daar zijn er genoeg van op internet, dus gewoon even googelen. Uh, lichtval, uh, als je in dit geval wil weten met een baard of zo, waar de lichtval zou komen. Uh, dus zoek het even, googel het even en je ziet genoeg voorbeelden in foto's. Ik heb een beetje last van uh, dat ik nu ook met blauw over de huid zit te kleuren. En wat ik nu nodig heb, is een nieuwe laagmasker voor de, uh, voor de, voor de schaduwlaag. En. Uh, die ga ik maken op basis van mijn basiskleurlaag. Alleen mijn basiskleurlaag is op sommige plekken nog steeds slordig ingekleurd. Hier bijvoorbeeld. Dus uh, wat ik eerst ga doen is dat corrigeren. Ik zet mijn penseel weer netjes op 100% dekking. Ik kies een penseel met een harde rand. En ik teken nu netjes langs de randen van mijn gezicht. Nou ja, van mijn gezicht, van Harry's gezicht. En ik zorg dat ik uh, geen uitgeschoten randen meer heb. Oké, okay, en nu ik dat heb gedaan, um, ga ik een selectie maken op basis van de kleur. Dus ik gebruik weer het toverstafje. Ik klik op de huidskleur en hierna ga ik naar het lasso gereedschap. Die kan ik of met de L of gewoon op het knopje klikken. En ik hou Shift ingedrukt op mijn toetsenbord en ik omcirkel nu de vormen uh, in het gezicht die nog niet geselecteerd zijn, zoals uh, de ogen. De neus. En uh, sorry, niet de neus, maar wel dat uh, pulletje in zijn neus. Uh, zijn wenkbrauwen selecteer ik trouwens niet. Maar nu ik dit geselecteerd heb, ga ik weer terug naar mijn toverstafje. Ik hou de shift knop ingedrukt. En ik selecteer ook zijn vingers erbij. Met shift uh, voeg je altijd selecties toe. En nu ik dit allemaal zo geselecteerd heb, kan ik een laagmasker gaan maken. Maar daarvoor moet ik nog wel één ding doen. Ik moet mijn selectie omkeren. Dus ik ga naar selecteren. Kies selectie omkeren. Klik op de schaduwlaag. En ik noem hem maar eventjes schaduw haar. Zodat ik weet dat dit de schaduw van alleen het haar is. En nu maak ik hem zichtbaar. Ik klik op de laagmaskerknop. En ik heb daarna een heel mooi uitgeknipt schaduwlaagje. Dus geen last meer van schaduw op het gezicht in de verkeerde kleur. Ik. Uh, Voeg eventjes de schets laagmasker toe aan mijn selectie. En ik ga nu naar mijn laagmasker. Sorry, ik draai eerst mijn selectie om. Ik stel de kleur in op zwart. Ik ga naar mijn schaduw haar laagmasker. En met het emmertje. Klik ik nu één keer uh, buiten Harry en dan is de achtergrond gelijk zwart ingekleurd zodat ik ook geen schaduw op de achtergrond per ongeluk krijg, maar alleen op de vacht. Zo, nou kan ik alles weer zichtbaar maken en kan ik verder gaan met mijn schaduw tekenen. Ik wil mijn schaduw op sommige plekken nog wat donkerder hebben. Dat is trouwens een tip voor elke tekening die je maakt. Uh, probeer veel verschil te hebben tussen je meest donkere en je lichte kleur, dat is altijd wat boeiender dan. Uh, nou ja, alles in hetzelfde tintje. Goed, ik heb ondertussen een nieuwe laag gemaakt. En tussendoor nog even met mijn haarpenseel. Had ik ook nog even extra schaduw getekend. Met wat detail. Maar goed, een nieuwe laag heb ik aangemaakt. En die noem ik Licht Haar. En op deze laag. Uh, moet ik ook een laagmasker maken. En die laagmasker maak ik op basis van de schaduwhaarlaagmasker. Het was. je uh, als volgt: hè. je klikt op het laagmasker. Dan met je rechtermuisknop. Uh, Laagmasker toevoegen aan selectie. En dan uh, ga je naar de laag toe waar je een laagmasker wil maken. Die klik je aan en je klikt op de laagmasker knop. Goed, ik ben een paar stapjes verder. Want wat ik heb gedaan is dat ik een lichte blauwe kleur heb gekozen. En met het haarpenseel ga ik nu uh, licht haar over die uh, textuurlaag heen tekenen. Nou is er nog een optie om... Uh, die je in kan stellen om deze laag wat realistischer te maken. Maar ik check het altijd eerst even gewoon met een, een gewone overvloei modus. Uh, ondertussen heb ik de overvloeimodus wel veranderd. Uh, die heb ik veranderd in lichter. En daardoor uh, ja, houdt hij wat meer rekening met de kleur die eronder zit. En ik schakel een beetje tussen de achtergrond en de, uh, sorry, tussen de schaduw en de lichtlaag. Om uh, nou ja, het zo goed mogelijk te maken. En ondertussen maak ik weer een nieuwe laag. Want ik ga nu beginnen aan de schaduw op de huid. En die noem ik schaduw huid. Ik kopieer het laagmasker van uh, schaduw haar. Dus weer uh, laagmasker toevoegen aan selectie. Ik ga naar schaduw huid toe. Ik maak het laagmasker. En wat ik nu moet doen is mijn selectie of mijn kleur omkeren. Daarvoor ga ik naar afbeelding, aanpassingen en ik kies negatief. Ik had ook ctrl-i op mijn toetsenbord kunnen indrukken. En nu zie je dat het plaatje precies van kleur is veranderd. Het enige wat ik nu nog wil, is dat het achtergrondgedeelte ook zwart wordt. Dus ik ga daarvoor naar de schetslaag toe. Ik kies daar weer laagmasker toevoegen aan selectie. Ik draai de selectie om. En ik gebruik het emmertje om... Met de zwarte kleur zou het emmertje om de rest van mijn achtergrond ook zwart te maken. Wel even zorgen dat je weer het laagmasker van schaduwhuid hebt aangeklikt. Ik ga weer terug naar mijn penseel en wat ik nu kan doen als ik mijn overvloeimodus op vermenigvuldigd heb gezet, is de schaduwen gaan tekenen in de huid. En dat doe ik met een groot zacht penseel. Uh, Zelfde trucje als net, even baseren op de kleur van de huid zelf. En ik wil eigenlijk wat andere penselen hier aan toevoegen. En dat doe ik door in het uh, penseelschermpje daar bovenin wat ik daarnet had, om daar uh, op het kleine, piepkleine puntje te klikken en dan penselen toevoegen. En dus hier dit kleine puntje. En dan heb je hier een heel rijtje met penzelen kliks aan en kies ernaar toevoegen en je kan allerlei extra penzelen toevoegen met speciale effecten zoals bad eentjes en dergelijke tot uh, um, nou ja, penzelen die de lijken alsof je met stiften aan het tekenen bent. Uh, allerlei soorten. Zoek even iets waarvan je denkt ja hier ga ik lekker mee werken of probeer het gewoon even uit. Als het misgaat kan je altijd nog Ctrl Z indrukken. Uh, ik ga maar voor een wat krijtachtig penseel. Gewoon omdat ik het fijn vind werken. En dan. staat alles goed. En dan ga ik nu uh, verder met de schaduw tekenen. Ook hiervoor geldt weer: hè, als je niet weet waar schaduw moet komen, uh, zoek even voorbeelden op. Zeker met portretten en gezichten. Er zijn genoeg voorbeelden. om te kijken waar het licht vandaan moet komen. En als je voldoende schaduw hebt, dan ga je ook nog een lichtlaag aanmaken. voor uh, de huid. Dus die noemen we lichte huid. En deze stel ik niet in op uh, overvloeimodus lichter. Ik laat hem gewoon lekker op zijn normaal uh, staan. Ik kopieer wel weer even het laagmasker van de schaduwhuidlaag. Want die is al helemaal goed. En nu, um, ja, nu ga ik de lichte delen tekenen. Dit doe ik echt gewoon door uh, met alt-klik op, uh, op de huid te klikken. En dan de kleur iets aan te passen tot wat lichter. Um, ik vind dit makkelijker om uh, niet met de overvloeimodus te stoeien. Maar gewoon even met de hand uh, lichtere tinten te, uh, aan te klikken. En zoals je ziet ben ik nu ook wel heen en weer aan het schakelen tussen de verschillende lagen. Als ik denk van hé, hey, dan moet daar schaduw komen. Dan teken ik de schaduw. En als ik ergens anders vind dat het weer licht moet worden. Dan ga ik naar die lichtlaag toe. En dan pas ik dat weer verder aan. Uh, ik kan zelfs nog teruggaan naar de basiskleur als ik dat wil. Om de aanpassingen te maken. Maar goed, ondertussen ben ik bezig met uh, uh, vooral de ogen eventjes in orde te maken. Ogen zijn altijd wel heel erg belangrijk. En tenslotte nog wat schaduw op de vingers. En dan is die klaar. Wat ik nu ga doen is dat ik al mijn uh, lagen die bij Harry horen ga combineren in een groep dus ik sluit even de mapjes en ik uh, klik op het onderste mapje en ik klik daarna met de shift-knop ingedrukt op het bovenste laagje en ik maak weer een nieuwe map aan en die noem ik furry fellow uh, wat ik nu ga doen een nieuwe laag maken en die nieuwe laag die gooi ik even onder de furry fellow map en ik heb gewoon willekeurig wat kleuren getekend om een beetje waas achtergrondje te maken en eh, ondertussen ga ik zo snel dat ik zelfs over aanpassingen heb gemaakt aan uh, Hardy zelf. In ieder geval, het uh, trucje is de hele tijd hetzelfde. Um, nieuwe lagen maken en daarna je werk goed opslaan. En zorg er dus echt bij opslaan als, daardoor dat daar Photoshop is aangeklikt als je het nog wil bewerken. Als je het wil opslaan en wil delen met anderen, kies dan JPEG uh, en klik op oké. OK. En ik hoop uh, dat je nu ook kan kleuren in Photoshop. Bedankt en tot ziens!